dus we met al een bijloper. De, oh, de wonderbaarlijke visjacht. De visboer was hem uiteindelijk toch maar in zijn boetje gekropen. En na verder besluit dus wat hij naar weer. En wist je wat er me stond? De maan kwam op, de volle maan kwam op. En je zag het zo, zijn gezicht zag graas en verweerd. Van jaar in, jaar uit, dag in, dag uit, zijn beroep uit oefenen. Dan zag het zo'n beetje uit als een deze zo. Echt zo, graas en verweerd. En ja, al eraf geleefd. Ja, hij had al afgezien. Ja. En hij verging en vroeg ging in de spaat. Dief, dief, net als een dief zijn toen tegen zijn eigen zo. Je moet er al naar zo oud voor geworden zijn, hoe is dat mogelijk? En hij geeft in de onderkant van zijn boetje de vis net een op en daaronder lag het te blinken. Met algemeen te groot, puur zilver. Het groot wat had hem binnen had hem gedacht. Je kunt niet volgen, hè? Wat was er nou eigenlijk gebeurd? Ah wel. Elke avond, voor hem ging vissen, passeerde hem altijd onder een kapelletje. Dat is goed, hè? Je ziet het hoor, hè? Een kapelletje. En er brandde altijd een paar kerstjes in. Zie je het? De onderkant, de kapelletje. Er ging hem altijd een schietgebedje doen voor een goede vangst af te smeken. Er stond altijd een schoen Maria beeld in. En na de laatste keer, allez, vanavond, was hem er gepasseerd en hij was er een schietgebedje gaan doen en hij had hem gezien dat dat grilletje wat er voor was, dat dat niet op slot was. Dat nonneke had vergeten van dat slot dicht te doen. En hoe genoeg met dat blinkend Maria-beeld voelde hem zijn eigen wat ongemakkelijk. Allee, maar kijk zo eens schielijk links en rechts. Er was niemand niet te zien. En dat beeld stond er zo open en bloot te pronken en te lonken van neem maar mij, dat zilveren beeld. En ineens sloeg hem een krasstiekje. Hij zei, arme, hij rukte omhoog en ineens zat dat beeld onder zijn stinkende visvrak. Het was of hij er zelf ingesprongen was. Ja, maar dacht, alle bogen waren op tafel, allee, zijn broek was gepakt, zijn pensioenverzekering was in orde, hè. En hij had met de buiten, hij wou er eerst binnen haar schoon. Maar, ja, hij dacht even, zijn vrouw en zijn kinderen zouden het rap rondbazanen en hij was gedaan met school weer. Dus nee, hij gewoon gedacht. En hij wist niet wat er met mijn stoom moest. Hij wou het al bekend terugzetten. Want dat brandde tegen zijn laaf. Maar hij durfde het niet wat. Als iemand dat zou zien, zou ze denken dat hij wat ontstellen was. Dan vloog hij in een bak in prison. Dus wat dan? Aan men er al van het onderweg ergens hoe een zandweesje opzij tussen de bosjes te leggen. Dan zou de eerlijke vinder dat vinden en dat wel terugbrengen. Dat was dat klaar, hè? Maar dat er geen eerlijke visser was, hè? Dat er geen was met een smeltoven thuis. Die dat zou smelten en in Antwerpen voor groot geld kwam verkopen. Hij het risico pakken. En die andere met goed weer kon spelen. Ja, hier, nu, nood van zijn leven, hè? En dus zat hem nou terug in zijn bootje. Dus, dan zijn we terug aan het begin, hè? Daar zat hem. Het weer hebben we over en het weer. En uiteindelijk, hij had hem het achter begaan of. Dus zo rood met 12 populeren, weet je. En op een derde populair heeft hij het in het water laten zakken. Ja, dat was voor hem geen probleem. Hij kost geen bakstien, allee, hij kost niet zwemmen, een bakstienslag, ja, hij kon niet zwemmen. Maar iedereen kan wel iets speciaals. Er zijn mensen die zo een duim tegen hun pols kunnen krijgen, of zo met hun kind tegen hun neus. En wel, hij, hè, hij kon door het water stappen. Dan pakt hij een zware kassaastien in zijn linkerhand. En dan stapte hij zo in het water en dan hield hij zijn vrak boven water. Hij had er meer gedaan, door de net. Echt waar. Dus, met die veel de spaat en de vroeging bij hem vanaf. En met gerust gemoed en met verfrist gemoed eigenlijk, liet hem de net te water. Op de andere kant van het bootje, hè. Voilà. En hij kijkt hem de volle maan. En dan telt hij tot 10. En dan voelt hij in zo'n net. Wat was dat? Hij trok erop, dat moest je even niet. Er lag precies een kanon in. En dan sleuren, ongelooflijk. Alleen de ouders, de dames zwollen op. Dus ze sloop begon te kloppen. Ik kon direct een zweer op zijn kop en me sleuren. En met veel moeite, hij was bang dat het niet zou scheuren.
Het kwam boven, ziet me verwond. En er zat boordevol spartelende vissen. Niet te geloven. En er trokken nog verder om. En er kwam uiteindelijk op de rand van zijn boetje. Het kapsaasje bekend. En dan viel Iel net heel die vreemelende, spartelende, glibberige massa. Viel in dat boetje. En er was een heel deel vissen nog aan de andere kant. En viel erover. Zo vol zat dat boetje direct. Wat was dat? Wonderbaar, die visvangst. En vergaat de awesome. Zijn ogen viel bekend in zijn kop. Zijn mond stond vol tanden en die viel open van verbazing. Nee, niet te dood. Dat moest ze maar even weten, hè? Oh ja, hij meerde terug aan de kant. En op zijn klipperende klompen liep over de kasseien. Lust naar huis. En dan komt er ook de deur voor alle flintstones. En open de door, open de door. Marie, je moet komen zien. Je moet komen helpen. Ik heb wonderbaarlijke visvesten dan. Breng de gasten mee, breng de stoetkar mee. Je moet komen helpen. En met dat hij moed kwam, ze maar één naar beneden en de gasten kwamen ook af en met de stoetkaart naar buiten. En heel de familie achterin dokkerden ze over de kasseien terug naar de net. Tuurlijk, met al dat kabaal had het gebeuren. Dat doek gehoord. Die vingen het ook wat er te doen was. En die kwamen ook naar beneden, voor te volgen. En ze passeerden ook cafeetjes. En er kwam ook de stad met één klant erbij naar buiten. En als het gemeentehuis passeerde, gemeentehuis, hoe zeggen ze dat, hè? Dan kwam er ook de mannen van de gemeente ook naar buiten voor mij te volgen. En op de deur volk trek volk en heel ter bekend liepen ze achter die stoetkar om richting de net. Jawel. En daar aangekomen, hè? Daar zagen ze het dus, hè? In kies van een maneschijn. Dat boetje. Boordevol spartelende vissen. Ongelooflijk. Normaal zien die vissen maar alleen op de avond misschien hier en nimmer, op de goede avond drie. Maar deze worden misschien 30, 40, 50 immers. Niet te geloven. En geen spinning, hè? Nee. Goh, ballingen en arm dik. Snoeken in karpers vrienden maar van zijn peer te slagen. Ja, effectief, dus dat was ongelooflijk. En hij begon direct met dat immers te looien en de stoetkar en zijn mannen helemaal mee. En dan riep hij het volgende dat ontkijken was: luister, morgen kom ik weer terug. En dat doe ik bij zijn eigen, maar ik verkoop eerst heel mijn vangst. Geld gaan we van maken. Geld laat slaag zullen we verdienen. Ja. Of ga ik met het drinken zijn, maar ik heb het niet gedaan. De volgende dag, 's morgens, liep heel de familie, ze zaten zonder 1000 man, te dansen en te zingen achter een harmonica-speler heel het stadje deur. En de vissen trakteerden overal. Tuurlijk, iedereen hoorde dat vooral, hè, en visser die vroeger, en in het verder ook de Nederlandse vissen waren, die kwamen nou ook af, naar zijn plek. En ongelooflijk, met de eerste trek had hij een vol net. Allemaal. En de mensen gingen naar huis, ze gingen immers halen. En de water die er niet bij hadden, en die hadden met een klak heen te water. En die schepten zo direct de vissen. Het was ongelooflijk. Allee, er waren mensen met maanden, alleen die niet zo, met zware maanden naar huis doen, maar waren met immers. Oeps, allee hoor, dat was ongelooflijk. En allemaal van die goeie, goeie vis, een spartelen van lijf, moet je zien. Allee, een spartelen van lijf, letterlijk, hè. Ja, en er was bezoek, hè. Er was genoeg vrede hier. Hopla, ja, de visboer die wou eerst de mensen wegjagen op zijn plek. Maar ze zei, het water is van iedereen. Ze lag er een vierkant uit. Voilà, dat ging natuurlijk niet, hè. Allee, het was wonderbaarlijk, het was straf. Kilometers in het ronde was er geen visje meer te vangen. Nog geen dikopje. Alle vis weer ongezogen en bijeengedoekt door maar die 12 populeren. Zondags, hè, voor de grote zondags, goten de tranen volkend lak mieren. Allee, reporters, schrijvers, schilders, vertellers ook natuurlijk, hè. Kwamen allemaal zien. Mensen kwamen af mee. Mijn roodbootjes, mijn zeilbootjes, het zag zwart van het volk door. En twee nog straffer. Een week later, hè, kwam ze al van Antwerpen. Met stoombootjes. En met karren en wagens. Nou, de notabelen van het stadje. En de bankiers en zo. Die ruiken niet alleen vis. Maar die ruiken ook geld. Die ruiken een affaire. En die hebben de gemeenteraad bijeen. Ze kregen het idee van een NV op te richten. De uitbating van de Nederlandervisserij om de 12 populeren. Maar ondertussen
Wacht, je hebt je even zwaar. Het is zo spannend, hè? Ik ben al een paar dagen verder, hè? Een week later kan gaan waar het schil. Ondertussen, die visboer, die zat natuurlijk thuis in zijn genas. Die was jaloers dat die al die goede vis hem geen Frank Oebrecht. Hoe stom kunnen zijn dat hem toch maar niets zei. Verschrikkelijk. Alleen dat was al zo'n zier. En dat chagrijnig in zijn living op zijn oude stoel doen, en kraken en zullen, en stond recht. En dan riep men eerst tegen de vrouw in de keuken. En dat ik wil, hè, wil er vanmorgen niemand nog geen visjes, hè? Ja, zij antwoorden chagrijnig, hè, wie gaat er over mee brengen? Chagrijnig voor de begroeide armoede, hè, want dat verkocht niks meer, hè. Hiel zijn vangst moeten gaan uitkappen, dan sturft. Hij verkocht misschien 2 kilo bij een oude peker, hè, voilà. Ja, tuurlijk. Maar om te snappen, hoe noemt er zoveel vis gevangen weer door? De knabbelde Amazons en gewijten. Dat is een mirakel, hè? Hij had dat beeld eigenlijk het water terug willen uithalen, maar dag en nacht zaten er misschien 100 vissers bij zich. Dat kon het niet. Dat was te veel volk, dat ging niet. Ja. Nou, nog een tijdje later, 2 weken later misschien, was er ondertussen wereldnieuws geworden. Alleen kilometers rond de kerktoren klapte iedereen erover. Geleerden die gaven er lezingen over. Er waren labo's die onderzochten waterstalen. Er was een krant in Brussel en die zond een duiker naar de plek. De visboer vroeg ze op volle. Als dat gedaan zou zijn, dit circ. Allee ja, hij wou het vanaf dat gedaan was, hè. En die duiker die kan af. En dat was zo gelijk de zomer van Antwerpen zo, hè. Zo'n stal wat denk, ken ik die reus, dan zo'n stal van op zijn kop, zo'n venster gezien, roepcafés en zo. Zo werd die te water gelaten, op de kant 2 mannen met zo'n pomp, handpomp, van meer rubberslang, lucht te blazen in dat vak. Hè. Binnen 5 minuten moesten ze die terug ophalen. Hier was hij volledig in paniek en ze veesten een stukje terug af. Het is niet te doen. Ik moet met een muur van vis vroeten. Ze douwen maar onvaar. Het is levensgevaarlijk. Ik ga hier niet meer in. De visboer zag het met leide ogen aan. Het vriezen, ik kon er zelf met de rut over, dacht ik. Maar hij wou eigenlijk ook niet. Hij kon het niet. Allee, hij lag zo met zijn eigen overhoop dat hij niet meer kon steken of slapen van de misère. Allee joh, dan vermagerde ze in de ogen, zijn ogen zakten weg in zijn kop. En die gemeenteraad vergaderen voor die NV om te starten, hé. Naar de pastoor ondertussen, die had zijn eigen probleem, hè. Die was dan maar heel wel kwaad. Die wou toch wat extra eten om dat terug te krijgen. En die had het idee opgevat van een processie te organiseren. Ja, voor... Van hoge rand, hulp af te smeken. Dank u wel hoor. Van hoge rand, hulp af te smeken. En ja, ik moet zeggen, het was een schoon proces. Ze zou rond het begin afgaan. En het was zo groot dat het begin terug het einde benarokte. Dus een enorme processie was dat. Je moet je dat voorstellen. Van vuur zijn dat 2 mannetjes zo die. Wacht, een zand uitstrooide. Daarachter hadden dan zo verkleerde kindjes, zo met kanten vleugeltjes. Die dan zilverpapier uitstrooide. Ze knipten in scholige en gekleurde papiertjes en zo. En dan hadden nog de missionaris die wierroken lieten branden. En dan nog van die zwaagzame, zwogende, zwetende mannen onder zware heilige beelden. En dan kwam de pastoor onder een baldakijn met een monstrans. En dat was zo'n wijf langs de kant, en de mensen die knielden allemaal, hè. En op de deur, hè. Op de kant, zo die de regels van de posturkes, heilige posturkes, en kersen te branden, hè. En klaar mannen boters met papietjes op schoot en zo, of houten van dagen, en ze kan. En nog verderop was het dan, wie kwam er nou achter? Oh ja, allerlei godsvrezende en godsvruchtige rozenroetjes binnen de verenigingen. En daarachter dan nog van die overjaarse koorknopen. Die zo'n lange stok, een glazen kastje, voortroken. Ik ben dat geest, dat is een schoon, oprecht schoon. Ik hoop niet te missen, hè. En dan hebben we achteraf, daarachter liepen dan nog de onofficiële.
En er liep ook de visboer tussen. Zo low profile, met een plusteren beeldje in zijn pollen. Ja, dat is echt niet goed, dat is hè. Fijn, in ieder geval. Gemeente Rood, je hebt nog vergoderd. We hebben zelfs vandaag in het contract van de NV ter uitbotting van de watervisserij om de 12 populeren ondertekend worden. Ze blazen hun eigen roep, hè. Net toen de processen voor de derde keer om de 12 populeren kwam, zo wordt het rijk hier rondgewist, begrijp dat, hè. Dan kon die visser zijn eigen niet meer houden. Die visboer. Hé, hey, ze liepen voor ons in geopen. Het moest er het. Maar, enfin, zie dat toch, zet hem. Zie dat door onder. En dan ging het water. En de processen achter hem die stopten. De mensen leefden tegen niet. En van ver stopten ze ook niet tegen achterom. De visboer, die pakte een zware kassa vast. En dan ging het water in. Dat is een klier ervan, zo. En na 5 minuten, oh ja, dat duurde uren, hè, met broodjes in het water zo, kwam uiteindelijk dat beeld terug te verschijnen boven de Nijderwater. Gedragen door de wartele armen van de visboer, van de magere visboer. En het weer afgepakt en aan de pastoor gegeven. En dan trokken ze de visboer op de kant. Maar die, daar was al meer dood als lijf, want die had zo lang zijn hals meteen houden, hè. Die blijft stilkens liggen. En dan wint hij de pastoor. En die kwam dan af, die gaf het beeld door, onder koster. En de pastoor kwam af. En de visboer wilde ondertussen een laag blietje worden. Dat kon niet meer, dat kon niet meer. En dat prijvelde in het hoor van de pastoor. Van die diefstal die hem gepleegd had. Hij was een brouw. En toen gaf ze een achterdoek. En hij was een beste auto met. En de mensen een zakdoek over zijn dood gezicht. En ze hebben hem weggedragen. En vanaf dat moment, hè, vinden ze onder de meid. Niemand, nog één visje. Nog geen spinning, niks. De mensen adoreerden eerst het Mariabeeld. En daarna gingen ze kijken naar de vissers die niets vingen. Dan wou je dus zien dat er niets te zien was. En de volgende dag verscheen in het Staatsblad de compleet nutteloze publicatie van de NV ter uitbotting van de watervisserij onder 12 populair. Dat is